Huizenprijzen vliegen omhoog, maar de schulden stijgen niet zo hard. Dat is opvallend. Kennelijk is er genoeg geld en hoeven mensen niet alles te lenen om die huizen te kopen. Nou, in deze vlog twee dingen gaan we bespreken. Hoe kan dat? Waar komt dat geld vandaan? En ten tweede, waar leidt dat toe? Ten eerste, hoe kan het? Waar komt het geld vandaan? Moeten we even terug naar midden jaren 2000. Eigenlijk begon in 2002. Kijk naar deze grafiek. Wat u hier ziet is de overmatige geldgroei. En ik noem overmatig alle geld wat erbij komt, wat meer is dan de inflatie en de groei. Oftewel wat meer is dan de nominale groei voor technici. Nou, die geldgroei was jarenlang veel te hoog. Er kwam veel te veel geld in omloop. Leidde niet tot inflatie, want mensen gaven niet in de echte economie uit, maar staken deels toen in huizen. Vandaar dat toen ook al die huizenprijzen zo hard stegen. Nou, niet alles ging in huizen zitten, want een volgende vraag is, jarenlang was er dus veel te veel geldgroei. Waar blijft dat geld? Nou, er zijn in theorie vier mogelijkheden waar geld kan blijven. Ik loop er even kort doorheen voor u. Je kunt het uitgeven in de gewone economie. Dan kunnen andere mensen daar geld mee verdienen, waardoor zij hun schulden kunnen aflossen. Want vergeet niet, geldgroei gaat altijd gepaard met schuldencreatie. We kunnen het uitgeven en dan is iedereen al vol bezet. Kan niet meer gemaakt worden. Dan leidt dat tot inflatie en gaat dat zelf geld vanzelf verdwijnen als sneeuw voor de zon. Het wordt minder waard. Geld wordt weggemaakt. Want vergeet niet, geld moet uiteindelijk weg worden gemaakt. Nou, een derde optie is dat het in huizen, in stenen wordt gestoken. Dat hebben we dus deels gezien rond 2000, 2005. Of, en dat is belangrijk, of het wordt allemaal gespaard. Nou, dan wordt het dus niet uitgegeven. Dan kunnen mensen die schulden zijn aangegaan dat niet terugverdienen. En dan gaan ze failliet. Dat heb je natuurlijk deels in de crisis gezien. Toen mensen uit hun huis werden gezet. Ze konden hun hypotheek niet meer betalen, want er was geen baan. Want er werd te weinig uitgegeven door de andere mensen die dat geld binnen hadden. Dus dat is gebeurd. En dat zie je ook hier. Want kijk even naar deze grafiek van de Nederlandse Bank. Dat de deposito's, eigenlijk het spaargeld van de mensen, is alleen maar toegenomen. Dan heb ik het nog niet eens over de pensioenbesparingen, die ook krankzinnig zijn gestegen. Dus er is veel te veel geld gespaard. Nou, nu terug naar de vraag. Dat is de verklaring waarom nu die huizenprijzen stijgen zonder dat er nieuwe schulden bij komen. Dat spaargeld gaat alsnog in stenen worden gestoken. Nou, de grote vraag is, hoe loopt dit nu af? Dat geld verdwijnt als het ware in die stenen. Dat betekent dat er in de echte economie dus te weinig geld nog steeds wordt uitgegeven. De huizen zijn als het ware een soort sink om al dat extra spaargeld op te vangen. En als er niet een nieuwe golf van kredietgroei, van enorme economische groei, waardoor mensen extra veel geld gaan verdienen, als die niet gaat volgen, ja, dan blijft dat geld ook in die stenen zitten om daar langzaam te verdwijnen, weg te kwijnen. Net eigenlijk als een schat op de bodem van de zee, geld weg